Ik ben Lies van Gassen. Ik ga het hebben over mijn nieuwste boek, Een Held. En het is een jeugdboek, een beetje tegen de verwachtingen in, want ik ben meestal gewoon een dichter. En het is een hervertelling van Gawain en de Groene Ridder. Gawain en de Groene Ridder is een verhaal dat veel mensen wel kennen vanuit hun studies. Het is een oud middeleeuws verhaal over de ridders van de Ronde Tafel. En één ridder daarvan is Ridder Gawain. Veel mensen kennen het uit hun studie. Sommigen kennen het ook van de hervertelling door Tolkien. Ik zelf ken het omdat mijn ouders allebei leraars Nederlands zijn en het mij vroeger als kind ook eens verteld hebben. En ik vond het altijd een heel mysterieus verhaal en dat is blijven hangen en daarom wou ik er mijn eigen vertelling van maken. Nu, een middeleeuws verhaal hervertellen, dan moet je je altijd de vraag stellen, waarom doe ik dat? En bij mij was dat om twee redenen. Er zijn twee verhaallijnen in mijn verhaal van een held, van Gawain en de Groene Ridder, geslopen die ik wel belangrijk vind. De ene is een verhaallijn die gaat over vriendschap en vertrouwen. Er ontwikkelt zich in de loop van het verhaal een vriendschap tussen Bertilak en Gawain, die ook beschaamd wordt door Gawain. En dat heeft voor mij veel te maken met hoe dat echte vriendschappen werken, maar ook hoe dat bijvoorbeeld een ouder-kindrelatie kan werken en hoe dat je daar ook met vriendschap en vertrouwen moet omgaan. En de andere verhaallijn komt al voor in de titel. De titel is namelijk Een Held. En wat dat voor mij een belangrijke vraag is, is wat dat vandaag de dag helden zijn. En mijn Gawain is in het begin van het verhaal geen glorieuze ridder, maar hij is een klein jongetje die nog ridder moet worden. En hij is een klein jongetje, maar je zou je kunnen afvragen of dat eigenlijk misschien ook een klein meisje is. Of een jongen die op een meisje lijkt, of een meisje dat op een jongen lijkt. En niemand verwacht van hem eigenlijk dat hij heel heldhaftig is, maar in de loop van het verhaal ontwikkelt hij zich toch tot de held die niemand had verwacht.